Grapje, wat? Hallo Michael. Hey. En hoe is het nu? Weet wat ik... Goed, ik zag juist mijn favoriete Amerikaanse TikToker live gaan en die is echt heel sympathiek. Ah, leuk. Dus ik dacht, waarom ga ik ook niet live? Omdat ik mij een beetje Omdat verveelde. Ah ja, ik verveelde me ook. Ik zag je ook live gaan. Ik dacht, dan ga ik je koek live, hè? Dan ga ik je koek live, hè? Oh ja. Als jullie vragen hebben, stel ze gerust in mijn chat. Bij mij hetzelfde. Nog geen vragen. Er zijn wel twee kijkers. Nee, er komen nog geen vragen binnen. Er is wel een dingetje dat ik ga zeggen, en dat is... Ik heb met Jonas een goed gesprek gehad. Ah, leuk. Dansen, dansen van Arnu. Nee. Er is wel een dingetje dat ik ga zeggen. Ja, zeg maar. En dat is... Ik vind het wel leuk om aan jou live te gaan, eigenlijk. Ik ook. En als Arne, als dingen binnenkort kan live gaan, je lief, dat zou dan kunnen je lief live gaan, maar ik denk dat dat nog heel lang gaat duren. Of niet? Ja, dat gaat lang duren, denk ik, maar ik heb misschien daarvoor een oplossing. Wij Zeg gaan maar. promoten. Ikke. Wij. Oké. Okay. Wij bedoel ik, ik verstond het niet. Ja. Dus. Allee, als jullie vragen hebben over iets, laat maar komen. Alle vragen Ja, mogen wij komen er nog geen vragen binnen. Behalve van of ze even een relatie hebben. Die hebben we niet. Dank u om het te zeggen. Ik wilde het ook zeggen, maar ja. Mijn vraag voor jullie is: wat is jouw favoriet kinderprogramma toen je klein was, Steven? Boomba. Oké. Okay. En jij wilt zeker weten wat... Je vraagt iemand zegt iets. Ah, Steven, doe cute een dansje, iemand. Keep, of zoiets. Ja, tarara, ik ga niet dansen, ik ben moe. Ja, even voor de duidelijkheid, hè. Ik en Steven gaan live, omdat we ongeveer 2 jaar BFF zijn, toch? Ja. Als jullie dit zien, deze live komt ook op mijn YouTube-kanaal, dus jullie kunnen die daar ook terug gaan zien. Ja, maar ik ga wel niet lang live, want ik wil mijn favoriete TikToker nog live zien gaan. Snap je? Ik ga ook niet lang live. Dus, mijn... Wow, Michael is echt knap, zegt iemand. Oh, dank u. Mag ook gezegd worden? Jij ging het toch bellen met mij? Na kamp? Geen idee, maar ik heb... Dat kan niet, ik heb dat niet naar u gestuurd. Dat was ik nieuws er, gewoon niet denk ik... Ik wil Ja, alleen je zegt iemand maar vragen serieus. binnen voor jou. Ik wil alleen maar vragen binnen voor jou. Ja, is hè? Steven zingt een liedje. Ga ik niet doen. Ik krijg nog een ding. Steven, body count. Wat is jouw body count? Ik heb dat niet. Steven, zing eens een liedje van Boomba. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, even voor de duidelijkheid. Mijn favoriete jeugdprogramma toen ik klein was, was eigenlijk niet zoveel, maar mijn favoriete Disney-film blijft, want ik heb het gehoord, blijft mijn favoriet, en dat is
Honderd en één Dalmatiërs, omdat ik het een heel leuke film vind met honden. Ik ben ook een groot hondenvriend. En mijn favoriete live-action films heb ik er twee. Maleficent 1, Maleficent 2, Mistress of Evil en de film Cruella. Steven, date, ik ben geïnteresseerd. Steven, knappe gast, dank u wel. Maar date ga ik niet met u, want ik ken u niet. Oké, dus als er aangezien er toch geen vragen zijn voor mij, kan ik. Ah, hier zie je, dat is misschien een film voor u. De Dictator is ook een leuke film, zegt iemand. Dictator. De Dictator, nog nooit van gehoord, maar blijkbaar is het een leuke film. Op Netflix. Misschien moet ik eens kijken. Steven, ben je nog met Marcelino? Ja, natuurlijk. Anders zouden mijn video's wel offline zien gaan. Ja, en niks persoonlijk. Als je het over Marzine wilt hebben, zeg het dan, hè. Ja, nee, ze hadden hier gewoon een vraag, Steven. Ben je nog met Marcelino? Dat was alleen de ene, dat was de enige vraag, dus. Dus ik zeg jullie nogmaals, jullie mogen vragen stellen aan Steven over Marcelino, maar voor mij ligt dat een beetje gevoelig. En dat begrijpen we, maar die reden die gaan we niet zeggen. Shit. Iemand vraagt dat je die film gaat zien, vraagt iemand. Misschien, maar ik heb zondag een afspraak met mijn liefde om samen met de Emoji Fam te kijken. En de week Hier daarop zei gaan we iemand. naar Ja, zeg Cruella. maar hoor. De week daarop gaan Jonas en ik naar Cruella. Dus eigenlijk Hier is zegt iemand. ga ik zeggen. Hier En zegt dan. iemand Michael en Marcelino. Maar hier zegt iemand. Michael en Marcelino hebben ruzie. Dat houden we privé. Ik ben de reden. Ik ken de reden. Ja, het is raar dat je die reden kent. Luister, ik en Marcelino zijn helemaal nooit beste vrienden geweest, als ik eerlijk mag zijn, maar vroeger wel maar niet meer. De reden waarom ik geen Jongen. vrienden ben met Marcelino is omdat ik die gewoon niet kan uitstaan, en dat weet Steven ook. Yep. En aan deze ga ik. Ja, ik snap het ook niet, maar oké. Oké, Steven, hoe denk jij dat mijn reactie was toen ik op een video op jouw YouTube-kanaal zag dat jij en Marcelino samen waren? Waarschijnlijk niet goed gezien, maar ik kan me dat wel voorstellen. Dat was ook zo. Ik heb gisteravond heel tijd genoeg dicht gedaan daardoor. Eigenlijk dankzij jou een beetje en ook dankzij Emil, omdat hij mij de hele tijd bleef sturen terwijl ik de vijver aan het kijken was. Ja, maar Emile is een hele, dat kan een lieve zijn, maar die was tegen mij niet vriendelijk. Ja, dat weet ik ook wel. Maar ik zeg je alvast één ding op voorhand. En dat is. E-mail is e-mail. En die gaat niet veranderen. Weet ik nog niet, nee. Maar er is wel een dingetje dat ik wel kan zeggen. En dat is. Ik ga deze live beëindigen omdat ik mijn favoriete TikTok nog live wil zien gaan. Later. Later, ik ga ook.